Stadgenoot, je ziet, ik ben met de fiets gekomen, Ivar. Geweldig, hè? Ja, goed, het is radio. Maar... ja, want het gaat over sport. ADO heeft een nieuwe sponsor. En Richard, leuk, een gokbedrijf. En dat past natuurlijk helemaal bij ADO. Het kost heel veel geld en toch altijd verliezen. Bovendien is gokken verslavend en verslaafd is ADO ook aan het geld van de gemeente. Ons geld. Wanbeleid door overbetaalde nitwitten en half Parnassia als achterban. Met respect voor de patiënten in Parnassia. Daar wordt tenminste nog een poging tot genezing ondernomen. Het ADO-stadion zal vanaf nu het Bingo-stadion heten. Bingo. Ik heb veel slechte woordspelingen in mijn carrière gemaakt, maar dit slaat alles bingo. Er is geen enkel talentvol jeugdspelertje dat ervan droomt om later in het bingo-stadion te spelen. Zo'n jongetje gaat liever tennissen, al moet je dan ook maar de juiste leraar treffen. Iemand die zegt dat hij je ballen mooi vindt en dan moet je maar hopen dat hij het over tennis heeft. Het bingo-stadion. Doe er wat aan, Richard de Mos. Desnoods noemen we het Richard de Mos-stadion, want Mos zal er spoedig gaan groeien in dit stadion. Want wie wil daar nog heen? Als supporter durf je toch niet tegen je omgeving te zeggen dat je naar het bingo-stadion gaat. Ofwel, sommige ADO-fans zijn er gek genoeg voor. Waarom niet Toto Den Haag Stadion? Dat klinkt tenminste nog een beetje. Nog veel beter is om dat stadion Schiphol te noemen. Dan zal het publiek eindelijk massaal toestromen. En als ze dan eenmaal binnen zijn, zeg je dat de vluchten gecanceld zijn, maar dat ze als compensatie een wedstrijd van Bing ADO mogen zien. Die lui hebben dan al zoveel ellende getrotseerd dat dat er ook nog wel bij kan. Het Bingo Stadion. Iemand heeft heel veel geld verdiend met deze vondst. Daar durf ik wel geld op in te zetten. Natuurlijk, er zijn ook woordspelingen die je koester. De samenscholing bijvoorbeeld, het sympathieke project in een Moerwijkse school met een weggeefwinkel, een lekker en goedkoop veganistisch eetcafé en andere sociale initiatieven voor de wijk. Dat zou moeten verdwijnen. Liever die subcultuur dan weer een projectontwikkelaar. Daar krijg ik een bingo gevoel van. Bingo. Aan dit soort woordspelingen gaat de wereld ten onder, want het wordt nog veel erger. Gaan we het gedeelte van Oekraïne, dat nu weg is, straks Zoekraïne noemen? Het Songfestival wordt volgend jaar niet in Oekraïne gehouden, omdat je niet weet of dat land er nog bestaat, of dat er in dat land nog überhaupt wel douze points over zijn. Wie weet gaan ze dat festival straks op het Malieveld organiseren en wordt die plek naar onze jonggehuwde zangeres Anoekraïne genoemd. Heel erg deze woordspeling, maar nog lang niet zo erg als bingo. Heet onze bondscoach voortaan Louis van Gaal, de overspelige Welen voortaan Willem Bijslaap of Willem Bijvrouw, en is Danny de Munk volgens de Juice-kanalen voortaan Danny de Neuk. En die sneuwe roddels, zoete neuzen, Yvonne, geven die voortaan de achternaam Colt de Meijer. Ja, ik kan zo bij de Telegraaf gaan werken. Gaat de fractieleidster van de VVD vanaf nu door het leven als Sophie Huilmans. En moeten we blij zijn dat er voortaan sprake is van de Koen en Zonder Show. Het is natuurlijk heel erg van de Oekraïne en de dreigende hongersnood vanwege de stagnerende graanoogsten, de gruwelijke allesverdorende hitte in de wereld, ons besluiteloze kabinet, de situatie met Richard de Mos, die nog steeds niet weet of die door mag gaan, de oplopende coronacijfers en de boeren die straks onze stad weer komen omploegen. Maar het is allemaal niets vergeleken bij het grote verdriet en de onmenselijke ramp, Ivar, van het nog niet eens helemaal opheffen van de Koen en Sander Show, waar de beide heren de hele week over hebben lopen huilen in de media. De verdienste van deze trieste blaaskaak is dat zij hun luisteraars in de vroege ochtend en andere moeilijke momenten met hun oeverloze geoude hoer en hun gepatenteerde ongein het gevoel hebben gegeven dat het altijd nog erger kon. Maar zelfs als bodem van de put zijn ze nu gepasseerd door het bingo-stadion. Koen en Zonder vonden het gepast in hun zogenaamde afscheidsuitzending. Let wel, zogenaamd. We zijn eerder van corona af dan van die gasten. Onze Haagse helft Tim Akkerman nog even een domme sneer te geven. Hij zou een loser zijn, omdat hij met zijn prachtige werk niet elke dag op de beeldbuis te zien is, waar zijn oude maten van Direct het dan weer wel zouden hebben gemaakt. Voor deze twee sukkels citeer ik graag de wijze woorden van Paul McCartney, iemand die wel het een en ander gepresteerd heeft en vandaag glorieus 80 jaar is geworden. Get back, get back, get back to where you once belonged. Kortom, de winnaars van de bingo-trofee voor totale loserigheid zijn Koen en Zonder. Hou je Haags, keep it cool, geniet van het goede en tot snel.